Wij zijn het Corpus Hoornkwartet. We hebben een nieuwe voorstelling gemaakt, Wald, die zich volledig afspeelt in het bos. En wij proberen dichter bij het bos te komen met onze hoorn. Qui permet de ramener l'instrument que nous jouons, le corps, à sa source et également de jouer de nouvelles compositions spécialement écrites pour cette performance par Sibetheis. Overal waar je rond je kijkt, zie je overal bomen en bossen. En je staat zo middenin in de wildernis, zeg maar, dat het echt ook het gevoel oproept dat wij ook willen brengen bij het publiek. We hebben onze voorstelling gebaseerd op een boek van Duitse boswachter Peter Voorleben. Uit onderzoek is gebleken dat bomen naast communiceren met elektrische prikkels, met chemische stoffen, ook geluiden en geuren kunnen opvangen. Een van die geluiden die ze kunnen opvangen, heeft onze componist verwerkt in de stukken. Dus een bepaalde frequentie eigenlijk kunnen wij met onze instrumenten reproduceren. En zo hebben wij misschien wel tijdens ons optreden een beetje de bomen aangesproken.